Ik heb gediend in de laatste Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Ik ben in Engeland geweest, Frankrijk, Malakka en Indonesië. Nou, ik vind het uitstekend. Het is een dag waar ik eigenlijk naar uitkijk. Hè. En het is heel erg gelukkig omdat ik hier in deze omgeving, nou, plezierig en gelukkig, mag niet zeggen, maar ik voel me hier thuis. Ik hoor hierbij, laat ik het zo zeggen. En het is op zo'n dag als vandaag is het erg fijn om te ervaren. Ik wens u allen van harte welkom op deze regionale federatiedag in de camping. Wij beloven u vandaag een prachtige dag. Waarbij de veteraan centraal zal staan. Met deze ontvangst willen wij blijk geven van onze waardering voor uw inzet voor vrede en veiligheid. Waar ook ter wereld. In ons midden bevinden zich veteranen vanuit de Tweede Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea, Korea, maar ook veteranen van jongere missies, zoals bijvoorbeeld Afghanistan. Zij hebben alles gegeven om de vrede en vrijheid waarin wij leven ook te bewerkstelligen in andere landen, voor andere volkeren, voor medemensen. Veteranen verdienen daarvoor aandacht, begrip en waardering in brede zin. Dat is geweldig, dat is grandioos. Want in wezen hebben wij nog de burgermaatschappij bij betrokken, doordat wij in hun land omgeving mogen en kunnen lopen. Jawel, het is alleen leuk om oude collega's te ontmoeten. Hè? Toch wel, dat is wel fijn. September 1944, ingeschreven hoofdkantoor van Philips in Emmersingel. Bij Staf Zuid, commandant Peter Borghuis. Heel bekend, Peter Zuid. Er komt een mooi embleem uit meneer zijn jaszak. Het 4e bataljon garderegiment Oost-Java, 1947 tot 1950. Een hele tijd. Ja, ja. Ja, dat is zeker een hele tijd. En ja, we hebben... Ik kan nog geen tijd om naar huis te schrijven. En een post te ontvangen, daar gaf ik ook weinig in. Het was veel te gevaarlijk door gewoon zeggen. Maar ik zal er wel één ding vertellen. We zijn met 30 man vertrokken. En we hebben nooit... In al die, ja, het is bij elkaar 3,5 jaar geweest. Een half jaar hier, eens 3. Dat we ooit ruzie gehad hebben met elkaar of niks. Hartstikke fijn en gezellig. Ja, toen ik nog een jonge luider was, gezellig. Heb ik met nou, ja. Leden ogen gezien. Goed, mag ik gezellig doen. Wat er eigenlijk gedaan werd om onze veteranen en oudstrijders te waarderen voor hun inzet voor ons vaderland. En ik heb zelf mijn best gedaan, en samen met mij vele anderen, om tenminste binnen mijn eigen regiment, het Garderegiment Fusilis Prinses Irene, aandacht te besteden aan de oudstrijders en veteranen van de Prinses Irene Brigade en van de 5 Indiëbataljons die ons regiment telt. En dan wordt het nu tijd voor muziek, denk ik. En ik vraag u daarvan applaus voor het fanfarekorps Koopland op Brede Wapens onder leiding van majoor Tijmen Bomma. Lichtblauw is mijn wereld vanaf de dag. Dat jij er was. Eindeloos in mijn armen, samen in.
in het gras. Alles is vergeten, maar plaats voor jou en mij nooit heb ik geweten dat wat ik zocht ben ik. Mijn hart.